de zomer 2021 zijn wij helaas onze oude zilverrug verloren. En dat betekent dus eigenlijk dat de positie van leider voor de gorillagroep in Gaia Zoo leeg is komen te staan. Gorilla's leven van nature in haremgroepen. Dat betekent één zilverrug met een aantal vrouwen en een jongen. Natuurlijk willen wij in Gaia Zoo gorilla's op een zo natuurlijk mogelijke manier houden. Dat betekent dus ook dat er een nieuwe zilverrug naar Gaia Zoo moet komen. De reden dat we de groep niet zo kunnen houden zoals het nu is, is omdat dat op termijn misschien voor problemen kan zorgen. Misschien dat er strijd in de groep komt. Uiteindelijk heeft zo'n gorillagroep gewoon een leider nodig die de groep samenhoudt en de weg wijst eigenlijk in feite. En dat is de reden waarom we echt een nieuwe zilverrug in Gaia Zoo nodig hebben. Gaia Zoo is lid van de Europese Dierentuinvereniging. Dat noemen we EASA. En binnen EASA worden er honderden fokprogramma's beheerd binnen de Europese dierentuinen. Nou, de gorilla is daar één fokprogramma van. En natuurlijk doet Gaia Zoo dus ook mee met het fokprogramma voor de gorilla. En in die zin werken wij dus samen met EUP om onze groep gorilla's te beheren. Dus op het moment dat de leiderpositie van Gaia Zoo in de gorilla groep leeg komt te staan, is het eerste wat ik doe aan de bel trekken bij het EUP. En het EUP gaan we samen overleg om dus te kijken wat moeten we vervolgens doen. Nou, dat is een nieuwe zilverrug regelen. En dan gaan we samen op zoek naar een nieuwe zilverrug. Het EUP die schrijft aanbevelingen uit. En zo'n aanbeveling zegt eigenlijk dat gorilla 1 die mag van dierentuin A naar dierentuin B. En dat doen ze vanwege redenen om de populatie te beheren. In Gaia Zoo hebben wij een nieuwe zilverrug nodig voor onze gorillagroep. En dan vragen wij om een aanbeveling. Wat zij dus vervolgens gaan doen is dus als eerste kijken, is de nieuwe zilverrug een juiste genetische match? Misschien mogen wij op termijn jongen gaan verwekken in de Gaia Zoo gorilla groep. Dus dan moet het een juiste genetische match zijn voor de vrouwen die wij in Gaia Zoo hebben. Vervolgens moet het ook een dier van de juiste leeftijd zijn. Je wilt geen hele oude gorilla gaan transporteren naar Gaia Zoo toe om vervolgens te introduceren bij onze gorilla groep. Want misschien is hij al zo oud dat hij nog maar een paar jaar meegaat. Maar misschien nog wel het allerbelangrijkste is dat het een dier met het juiste karakter is. Dus het mag niet te dominant zijn, maar hij mag ook niet te onderdanig zijn. Dus het dier moet eigenlijk al gewend zijn om met andere gorilla's goed samen te kunnen leven. En moet het juiste karakter hebben om een vrouwengroep in die zin aan te kunnen. Uiteindelijk wordt dus de zilverrug de baas en moet hij de groep ook weten te leiden natuurlijk als een zilverrug. Inmiddels is er al een kandidaat gevonden, heeft het EUP Gaia Zoo een aanbeveling uitgeschreven. En deze kandidaat zit bij onze collega's in een Belgische dierentuin, dus niet zo heel ver weg van ons. We moeten het transport gaan organiseren en dat neemt best wel wat werk met zich mee. Dus in de volgende vlog vertellen jullie graag wat meer over de organisatie van zo'n transport om hem in Gaia Zoo te krijgen.